Goedemiddag allemaal. Mijn naam is dus Eline Minnaar en ik werk als educator voor Imagine IC. En ik ben hier inderdaad vanmiddag om met jullie te spreken over de vraag: hoe ga je om met schurend erfgoed? En zoals mijn presentatie ook laat zien, is een onderliggende vraag voor mij dan: hoe bekend ben je met emotienetwerken en erfgoedwijsheid? Want dat is een manier waarop wij proberen met schurend erfgoed om te gaan. We hebben een heel aantal experimenten gedaan rondom deze methode en deze begrippen om te kijken wat kun je daarmee als het gaat om schurend erfgoed. En in mijn presentatie zal ik dus daar ook iets kort over vertellen. Wat is het? Wat kun je ermee? Maar ik zal ook zeker iets zeggen over wat is dan schurend erfgoed en hoe zien wij dat? Eerst zal ik iets zeggen over Imagine IC. Er werd net al gezegd, Imagine IC staat voor Imagine Identity and Culture. We gebruiken het eigenlijk altijd in de afkorting. Wij zijn een organisatie in Amsterdam Zuidoost, waar we samen met de buurt werken aan verzamelen, tentoonstellen en ook educatie. Je zou kunnen zeggen dat we een mix zijn van een museum, een archief en een debatcentrum daar in de buurt. En wat wij doen, dat kun je ook op de presentatie zien. Wij hebben daar een vitrine van Zuidoost waarin spullen en verhalen uit de buurt te zien zijn. Het zijn die spullen en verhalen waarvan buurtbewoners zeggen: dit moet je weten, dit moet je kennen als je wilt weten wat het verhaal is van Zuidoost. Je zou kunnen zeggen, het laat zien wat mensen in die buurt als het erfgoed van de buurt zien. Rondom de vitrine, maar ook om zo'n vitrine tot stand te laten komen, werken we heel participatief. Dus we organiseren heel veel debatten, gesprekken, interviews enzovoort, om spullen, verhalen te verzamelen. Wat is van belang? Waar gaat het om bij het erfgoed van de buurt? En tegelijkertijd gebruiken we deze cases die we doen om methoden te ontwikkelen. En een van die methoden is dus emotienetwerken en erfgoedwijsheid. Bij Imagine IC werken we aan erfgoeddemocratie. Daarin zit ook iets over onze opvatting van erfgoed. Op de presentatie kun je zien, omdat erfgoed vertelt wie we samen zijn, waar we vandaan komen, wie we willen worden, heeft iedereen daarin een stem. En dat is waar het bij ons om gaat. Wij willen mensen bijeenbrengen om samen te praten over: wat is dan erfgoed? Welk stukje erfgoed is van mij? Welk stukje erfgoed is van jou? En wat is nou eigenlijk van ons samen? Daar gaan de gesprekken over, daar gaan de tentoonstellingen over. En daarover doen wij ook educatieprogramma's in de buurt. Emotienetwerken is een term die bedacht is door Marloes Willemsen, die bij Imagine IC werkt, en Hester Dibbits, verbonden aan de Rijnwaard Academie en de Erasmus Universiteit. Zij hebben de term emotienetwerken eigenlijk in de dagelijkse praktijk bedacht, omdat ze zagen wat er gebeurde rondom stukjes erfgoed of mogelijk erfgoed. Zij zagen dat er rondom die stukjes erfgoed eigenlijk netwerken bestaan van mensen die allerlei verschillende gevoelens hebben bij een erfgoed-item. En dat zijn gevoelens die lang niet altijd allemaal op dezelfde, op hetzelfde perspectief, op dezelfde golflengte zitten. Nee, dat zijn perspectieven die best wel kunnen botsen. In die zin kun je emotienetwerken dus zien als een zelfstandig naamwoord. Een emotienetwerk. Mensen die samen een netwerk vormen rondom een stuk mogelijk erfgoed. Emotienetwerken is ook een methode, zoals ik al zei. Het is wat ons betreft ook een werkwoord. Een werkwoord, een oefening waarbij je met elkaar eigenlijk dat netwerk in kaart brengt. Dus je kijkt, wie zijn er verbonden aan dit stukje erfgoed? Of wie zijn er verbonden aan dit mogelijk stukje erfgoed? Waar staan zij? Hoe vormen zij een netwerk? Hoe verhouden zij zich tot het item zelf? En hoe verhouden zij zich tot elkaar? Nou, dat emotienetwerken als werkwoord ga ik zo meteen laten zien aan de hand van een oefening hier. Maar het is dus in samenwerking met de Rijnwaard Academie vanuit ons
bedacht. En we hebben daar experimenten rondom gedaan. Ik laat het hier zien ook aan de hand van een foto. Om als voorbeeld de gouden koets te nemen, wat in dit geval misschien een wat voor de hand liggend voorbeeld is. Maar er zijn allerlei mensen die iets met de gouden koets hebben, die er wellicht iets van vinden. Op de plek van de gouden koets zou je ook kunnen denken aan Zwarte Piet. Je kunt denken aan het afsteken van vuurwerk. Je kunt denken aan paasvuren. Maar je kunt ook denken aan andersoortige voorwerpen, tradities, voorwerpen. Eigenlijk kun je het emotienetwerken doen rondom allerlei verschillende stukjes erfgoed. Of mogelijk erfgoed. Je ziet op het eerste plaatje zie je mensen die zich tot het voorwerp verhouden. En ons idee is dat als je daarover je plek in kaart brengt en je gaat daarover in gesprek met elkaar, dan gebeurt er misschien wel wat. Je gaat in gesprek, je krijgt nieuwe stukjes informatie, je leert over wat een ander vindt, je leert misschien achtergrond van de traditie of het stukje erfgoed. En vervolgens gaat dat dus schuiven. Een netwerk gaat er anders uitzien. De een wordt beïnvloed door de ander. En zo verandert dat dus telkens. Hierin zit dus ook de opvatting dat erfgoed niet iets is wat neutraal is. Het is niet iets wat vaststaat. Nee, het is iets wat telkens verandert. En iets wat wij in onderhandeling met elkaar, in gesprek met elkaar, benoemen. Je zou dus, als je dat heel simpel wil noemen, zou je kunnen zeggen, in onze opvatting is erfgoed dus ook iets waar je het etiket erfgoed opplakt. Dat kan iets van nu zijn, dat kan iets van vroeger zijn. Het gaat om die dingen waarvan wij zeggen, daarmee vertellen wij een verhaal over ons samen. Hier zie je een aantal foto's ook van methoden die wij in experimenten hebben ontwikkeld. We hebben een methode ontwikkeld waar we zo meteen naar gaan kijken. Die ga ik in ieder geval proberen te laten zien. En we hebben, dat is een methode die je op papier kunt doen in de vorm van een soort van mindmap. En we hebben een methode ontwikkeld waarbij mensen zich door de ruimte bewegen ten opzichte van een stukje erfgoed. Dus echt positie bepalen aan de hand van emojis zoals je ook op deze foto's kunt laten zien. Waarbij het echt gaat om die gevoelens. Probeer je gevoelens uit te drukken bij hetgeen op dat moment ter tafel wordt gebracht. En het gaat dan dus om dat gesprek. Hier is ook een voorbeeld te zien waarbij we helemaal in het begin werkten met gewoon een hele simpele mindmap. Iets in het midden, de paella. En daar was geloof ik het gedoe over dat Jamie Oliver daar iets aan toe had gevoegd. Wat in het authentieke recept er niet aan zou moeten worden toegevoegd. En daarover ga je in gesprek. Wat is dan paella? Wat betekent dat voor je? Enzovoort. Hier kun je ook de methode zien zoals we die in de ruimte doen. Daarvoor hebben we er bewust voor gekozen om een voorwerp op een sokkel te plaatsen. In dit geval leerlingen te vragen, kies een emotie en een emoji die daarbij past. Leg die neer. Als je een heel sterk en intens gevoel hebt, dan leg je de emotie dichtbij. Als je een milder gevoel hebt, dan leg je de emotie ver af. En daarover gaan we in gesprek. Deze hele exercitie, deze oefeningen, dit emotienetwerken met elkaar, zou er in ons idee toe moeten leiden dat je erfgoed wijs wordt. Dat betekent dat je over de competenties beschikt die mensen in staat stelt om zich kritisch tot erfgoed te verhouden. En daarover een gesprek te voeren. Daarbij oog hebbende voor de maatschappelijke dynamiek. Dus wat gebeurt er rondom erfgoed? En daarbij dus ook je eigen positie en die van een ander daarin kunt meenemen. Het zijn een heel aantal dingen, maar het gaat voornamelijk dus om hoe verhoud jij je tot een stuk erfgoed? Wat gebeurt er rondom dat stukje erfgoed of mogelijk erfgoed in onze maatschappij? Wie zijn daar nog meer bij betrokken en hoe zit dat? Dan gaan we nu een hele kleine vingeroefening doen, wat inhoudt dat ik een object heb meegenomen om te laten zien hoe dat in de praktijk werkt. We zitten natuurlijk met de afstand, we zitten met de mogelijkheden hier, maar we gaan in ieder geval proberen te laten zien hoe dat dan op papier in ieder geval zou kunnen. En daarvoor heb ik een object meegenomen en dat laat ik nu zien. We gaan dat doen rondom dit object en ik wil jullie allemaal ook uitnodigen om in ieder geval je reacties op dit voorwerp, zoals je dit nu voor je ziet, ook door te geven via de mogelijkheden die er zijn. Ik geloof dat dat chat in ieder geval is. Dus gewoon je gevoel wat dit voorwerp bij je oproept,
om dat door te geven, zodat we daar een beeld van krijgen. En dan heb ik hier in de studio, maar zo te zeggen, heb ik twee mensen staan die nu ook hun eerste reactie gaan delen. En dat gaan we doen. Voordat we het echte experiment gaan doen, eerst even een moment om op onszelf te reflecteren. Goed idee. Want hoe erfgoedwijs vinden wij onszelf nu? Zoals we nu hebben opgevat wat erfgoedwijsheid ongeveer kan inhouden. Hoe schat je in, hoe erfgoedwijs ben je? Is dat helemaal niet? Nou, gelukkig zijn er mensen die hoger scoren. De meeste zeggen zo ongeveer halverwege. Met een kleine piek, bijna een belcurve aan de rechterkant. Dus een kleine piek bij mensen die zeggen, nou toch net wel wat meer dan gemiddeld. Mooi. En we gaan zien hoe dat aan het einde van het experiment is. Want dan doen we de impactmeting. Maar voor nu het experiment. Goed. Wat ik in ieder geval van jullie vraag, ze komen zo één voor één in beeld, is om op het raster zoals het hier ligt, een positie te bepalen. Ik heb hier in het midden het bord geplaatst. Hier staat het woord bord. Het gaat dan om het bordje wat net in beeld kwam. Dat object, daar gaat het hier over. En wat de bedoeling is dat, los van dat we nu iets misschien wel over dit object weten, is, vraag ik aan jullie, willen jullie je eerste gevoel, wat dit voorwerp bij je oproept, positioneren op dit raster? Dus waar sta je precies? En dan wil ik een van jullie uitnodigen om te beginnen. Ja, dankjewel Eline. Welkom, ik ben weer terug. Leuk om hier weer opnieuw te staan. Moeten we het ook hebben wat we denken dat het is? Want dat heb jij nu natuurlijk helemaal niet gezegd. Of mag ik nu zeggen waar het mij aan doet denken? Het heeft een connotatie voor mij met het servies wat wij vroeger thuis op die boerderij waar u vanmorgen over hoorde, namelijk het boerenbont. En dat komt een beetje door de kleurstelling, maar ook het in zo'n cirkel weergegeven. Ik weet niet of dat de bedoeling was van degene die het gemaakt heeft. Maar verder zien we, ik ken jullie achtergrond natuurlijk een beetje, zien we denk ik ketens die losgebroken zijn, onderbroken zijn door sterren en door handen. En dat maakt zowel met het gevoel wat ik uit mijn jeugd meeneem, dat ik het zie als een feestelijke weergave van een belangrijke gebeurtenis. En dat maakt dat ik er positief tegenover sta en met een mild gevoel. Dankjewel. Hi. Nou, dan zal ik ook maar een beetje vertellen wat mijn eerste gedachten erbij waren. We kennen natuurlijk Marielle. Ja, ik zal mezelf ook even voorstellen. Ik ben Meerte van die Kerk. En ik ben net begonnen bij Erfgoedhuis Zuid-Holland als erfgoedtalent. Wat een educatieplek is die starters die net afgestudeerd zijn, helpt met ervaring opbouwen in de erfgoedsector. Dus in die rol sta ik hier vanavond. En jij had hulp nodig, dus die klopt. Geef ik graag. Mijn eerste gedachte, wat Marielle zei van dat boerenservies, dat was niet per se een gedachte die ik er meteen bij had. Maar ik herkende inderdaad ook de boeien en de handen en de sterren. Dus ik dacht meteen, nou ja, gebroken boeien. Dus ik dacht meteen aan slavernijverleden en misschien wel de afschaffing van slavernij. Dat was mijn eerste associatie toen ik dit bord zag. Dus mijn gevoelens daarbij. Even kijken. ik moet zeggen, omdat ik eerst aan slavernij dacht en daarna pas zag dat de boeien gebroken waren, was mijn eerste gevoel er negatief bij. Misschien meer hier niet super intens, maar wel wat meer naar boven. Dus dat was. Oké, dankjewel. 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 Wat we hier dus zien is dat mensen een positie hebben weergegeven op het raster. En normaal gesproken moet je je natuurlijk bedenken dat dit een groep is van 10, 15 mensen
kan ook groter zijn, maar dan doen we dat in verschillende sessies, waarbij zoveel mensen zich hier positioneren. Dus zij laten zien, ik sta hier. Dat kunnen we hier nabootsen, in de zin dat we hebben natuurlijk twee mensen fysiek, maar op de chat komen ook al wat reacties binnen. Nou, die hoor ik heel graag. Tamara. Ja, ik heb de microfoon ook. Kijk. Er is best wel veel op gereageerd. Intens creatief en humor en kritisch, zeggen ze. Negatief komt voor. Maar de meeste zijn positief of mild positief. Of hebben een mild gevoel. Intens creatief, humor en kritisch. Intens. Nee, creatief. Creatief. Die stond er niet op. Maar dat veel humor staat hier. Eentje negatief. Een mild gevoel, mild, positief, een leeg bord, die heb je ook natuurlijk, mild, positief, nog een mild erbij, even kijken hoor, nog mild. Als iemand zegt een leeg bord, nou dan is het geen intens gevoel, hè? Nee. En er is ook een die zegt, ik heb geen emoties hierbij. Nee, dat kan ook. Dat kan zeker. Een koud bord. En er is iemand die zegt multiculti boerenbond, wat ook wel klopt met jouw opmerking. Ja. En deze is ook wel leuk. Ik ken de betekenis van de figuurtjes op het bordje niet. Sterretje is Heineken. Goede associatie. Ja, die heb ik ook al heel vaak gehoord. Kan het erfgoed zijn. Dus niet iedereen herkent of heeft dezelfde associatie bij dit bord. Nee. Je associeert het bord in ieder geval met consumptie. Consumptie. Ja. Zeker. Ja. Okay. Grappig. Ja, leuk. Dank. Dankjewel. Kun je hier al wat mee als je dat zo hoort? Nou, wat ik leuk vind is dat dit is hoe het natuurlijk ook werkt als je bij elkaar bent. En het jammer is dat we elkaar nu niet kunnen zien, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat we elkaar kunnen aankijken en kunnen zeggen tegen elkaar, nou, ik voel mij hier zo bij. En in het begin is dat natuurlijk best lastig, want je weet er misschien niks over. Je voelt misschien aan van het gaat deze kant op. Daarover voer je dan een eerste gesprek. En als iedereen dat zou toelichten, dan zou ik daarna vragen, nu heb je iedereen gehoord. Zou je dan willen veranderen? Dus dan zouden mensen lijnen gaan trekken van, eigenlijk toen ik dat hoorde, dacht ik, had ik nog niet aan gedacht. Ik ga toch iets verder die kant op. Of ik ga toch iets verder die kant op. Nou, normaal zou iedereen natuurlijk zijn eigen positie weergeven, maar dan zie je, er staan hier allerlei mensen op allerlei verschillende plekken. Die zich verhouden tot dit en die zich verhouden tot elkaar. Nou, dan heb ik een paar quotes meegenomen om iets over het bordje te zeggen. Of wou je nog iets toevoegen? Nou, nee, er zijn nog wat meer reacties binnengekomen. Nog één positief. Iemand heeft gezegd, onduidelijk in eerste instantie, nu wel duidelijker. Dus het helpt wel. En wat truttig is ook nog een opmerking. Kan me er iets bij voorstellen. Ja. Dat kan positief of negatief zijn. Zeker. Ja, kan allebei. En er is iemand die zegt, je hebt natuurlijk ook nog de kleuren van de Surinaamse vlag. Dus je heeft een andere associatie. Ja. Nou, en dat is hoe dat werkt. Er wordt eigenlijk direct kennis, maar ook gevoel ingebracht in dit gesprek. En daarover zouden wij het dan best wel wat uitgebreider kunnen hebben. Nu gaan we dat niet doen, maar jullie snappen wat er dan gebeurt. Nou, wat ik nu dan wil doen is, omdat we ook even voor het gemak, heb ik een aantal quotes meegenomen. In ieder geval van de maker van dit bordje. Die wil ik even voorlezen en ook nog een andere quote. Normaal gesproken zou dat filmpjes zijn, beelden die er allemaal bij dit bordje horen. Allerlei perspectieven. Maar om een beeld te geven. De ontwerper van dit bordje, Hans Meiboom, heeft gezegd, ik heb dit in 2013 dit bordje ontworpen. Kitty Kotti Bond noem ik het. Het is een combinatie van boerenbond, zoals net ook al werd gezegd. En heb ik de symboliek, de beeldtaal van dit boerenbond, vervangen door Kitty Kotti symboliek. Nou, dat is de bloedende hand, daarop te zien. De ketenen en de ster. Want als je het oorspronkelijke ontwerp van boerenbond kent, zegt hij, dan zie je ook dat op deze plekken dezelfde kleuren zijn, alleen ik heb ze een andere symboliek gegeven. Nou is de ster, die staat voor Suriname. De ketenen spreken voor zich, de bebloede hand ook. Het staat allebei voor Kitty Kotti. En voor de mensen die weten wat Kitty Kotti betekent, verbreking der ketenen. Het is gemaakt voor een ontbijt, georganiseerd op Leidseplein. En het was vanwege 150 jaar afschaffing slavernij. Hij vindt het belangrijk om dit zo te maken, omdat hij denkt dat het belangrijk is om het verhaal van slavernij verleden te delen met iedereen. Want de meeste mensen hebben er geen idee van. Zijn woorden. Waarom ik het belangrijk vind is omdat veel mensen toch die blinde vlek hebben over wat Kitty Kotti is.
terwijl het toch onderdeel is van onze vaderlandse geschiedenis. En ik vond toen dat dat op deze manier een duidelijke vorm krijgt. Het bordje is op dat event verdeeld, verspreid enzovoort. Het is dus eigenlijk een herdenkingsbordje, 150 jaar afschaffing slavernij. Dan heb ik nog één ander perspectief en dat is van de verzamelnetwerker die bij ons werkt. Die zegt hierover, het voorwerp doet mij ook denken aan Kitty Kotti. Het feest dat we in Suriname en Antillen vieren. In Nederland ook. Waarbij we herdenken de afschaffing van de Nederlandse slavernij. En dat komt vanwege de ketens die stuk zijn. De twee handen die staan voor afschaffing van slavernij. Want toen werden de ketens stuk gemaakt. Je had ketens voor je voeten, ketens voor je handen. Dus het doet mij erg sterk denken aan die afschaffing van slavernij in Suriname en op de Antillen. En ik vind het een heel mooi beeld, zegt hij over dit. Nou, het gaat dus om dat bordje. Het gaat om dit soort perspectieven die we proberen in te brengen. Mensen die daar nog meer over kunnen zeggen, zouden we allemaal nog kunnen horen, zouden we kunnen toevoegen aan dit gesprek. Die zouden we ook nog op de kaart kunnen weergeven, zodat we ook nog zien waar zij dan staan, wat zij dan eigenlijk van dit bordje vinden. En we zouden mensen kunnen vragen die op Kitty Kotti vieren enzovoort. Zou je allemaal kunnen horen en inbrengen in het gesprek? En dan zou ik daarna aan jullie vragen, de mensen die hier aanwezig zijn, van goh, als je dat nou allemaal hoort, als je nou hoort wat het voor andere mensen doet, wat het is, zou je dan verplaatsen van positie? Word je geraakt door iemand die je hebt gehoord? Word je geraakt door iets wat je nieuw hebt geleerd? Enzovoort. En dan zouden we, dus ik wil jullie vragen om toch nog een keer te kijken van, ik stond nu daar, wil ik hier nu blijven staan of niet? Ook dat is helemaal goed. Want alles is goed. Dus ik zou jullie toch willen uitnodigen om nog een keer hier naartoe te komen. En in ieder geval nog een keer te reflecteren op wat je net hebt neergezet. In ieder geval voor het idee. Nou, dan zal ik maar beginnen. Mijn eerste associatie met slavernijverleden, die klopte dus. Maar ik denk dat ik door de opmerkingen en door de achtergrondinformatie meer de humor en de kracht in het bordje ben gaan zien. Dus ik zou wel van, mijn eerste associatie was negatief. En die zou nu wel naar positief verschuiven. Dus op die manier ben ik zeker beïnvloed in mijn gevoel erbij. Oké. Zou je dat in ieder geval voor het idee even willen weergeven? Even kijken. Oh, die heb ik hier. Ja. Ja. En dan een lijn willen trekken van de een naar de ander. Dankjewel. Ik wist niet dat het voor het 150-jarig herdenken van de afschaffing van slavernij is. In mijn ogen blijft dat iets positiefs, iets zeer positiefs. Iets waar wij met z'n allen inderdaad dankbaar voor mogen zijn dat we dat uit de wereld hebben gewerkt. Helaas is dat nog lang niet op alle delen van onze wereldbevolking het geval, maar in onze wereld wel. Ik blijf eigenlijk toch wel in deze hoek waar ik al was beland. Dus ik blijf relatief stabiel. Dankjewel. Ja. Dank je. Nou, eigenlijk is dit, ook al is het, ik zou heel graag nog wat reacties willen horen van mensen die meekijken. Ja, iemand zegt het bordje blijft leeg. Nou, dat kan natuurlijk. Er zijn ook mensen die zeggen ik ga van negatief naar mild. Of intens positief blijf staan, maar wordt sterker. Ook dat komt naar voren. Mild positief, meer richting intens gegaan. Ik denk dat het verhaal, als je het verhaal kent, dat misschien ook wel die mild naar intens. Van naar intens, dat je denkt, oh, maar er zit veel meer achter. Er is ook iemand die zegt, is dit op de markt? Ik zou wel zo graag zo'n bordje willen kopen. Die vindt hem heel mooi. Iemand anders vindt het juist heel lelijk vormgegeven. Was benieuwd naar de symboliek, maar die heb je uitgelegd. Dus dat is hem meteen helemaal gelukt. Even kijken hoor, ik heb er nog één. Is ook iemand die zegt, nou ja, het is jaar geleden gebeurd, zand erover, maar nu denkt wat gevoelig en actueel en daardoor positiever over het belang van de Kitty Kotti-viering. Dus je ziet wel een verschuiving bij mensen. Ja, nou, het is een hele kleine vingeroefening met de mogelijkheden die we hier hebben, maar ik denk dat het wel heel goed weergeeft hoe zo'n sessie eruit ziet. Mensen die zich positioneren, mensen die verschuiven, mensen die blijven staan, maar die in ieder geval in het gesprek met elkaar van gedachten wisselen, naar elkaar luisteren,
misschien wel meevoelen of empathie ontwikkelen voor elkaars standpunt. Misschien ook wel helemaal niet verder van elkaar verwijderd raken. Of verder verwijderd raken van het stukje erfgoed wat in het midden, waar het op dat moment om gaat. Wat we proberen te doen met zowel deze mindmap als wel in de ruimte die jullie ook zagen met die emojis op de vloer, is het in kaart brengen, het inzichtelijk maken. Je ziet normaal gesproken strepen door elkaar heen staan. Mensen die zeggen, ik ben hierdoor beïnvloed, daardoor beïnvloed, enzovoort. Het geeft dus heel erg een beeld ook van, wat is er voor dynamiek? Wat gebeurt er rondom dat stukje? En je kunt zeggen, schurend erfgoed, zijn die grote dingen, Zwarte Piet, de Gouden Koets, enzovoort. Maar Hester heeft ook wel vaker gezegd, en ik denk dat dat ook zo is, eigenlijk bij alle stukjes erfgoed staat er wel iets op het spel. Het gaat ergens om. De een staat er positief, mild, negatief, enzovoort tegenover. En laten we het daar dan met elkaar over hebben en die perspectieven eens op tafel leggen. Dat is eigenlijk wat ik voor nu tegen jullie kan zeggen. Dankjewel. Dankjewel. Als de methode eruit bestaat dat je iets gevoeligs, iets schurends, schurend erfgoed in het midden legt en dan de meningen peilt van degene met wie het experiment doet, zijn er dan andere typen immaterieel erfgoed die je daarvoor ook kan inzetten? Heb je dat meegemaakt? Wat bedoel je dan precies? Heb je bepaalde voorbeelden van immaterieel erfgoed die een heel levendige discussie opleverde door het experiment? Ik kan een voorbeeld geven uit onze eigen praktijk, waar we ook echt een hele poos mee bezig zijn geweest. En dat is een garage campering. Sommige mensen zullen daar misschien ook wel van gehoord hebben. Het is een garage die staat in de Bijlmermeer. Inmiddels overigens niet meer. En daarover was zeker in de buurt een levendige discussie gaande of dit een monument was. Dus hier gaat het om een mogelijk stukje erfgoed of een stukje erfgoed van de buurt. Het was een garage die behoorde tot het oorspronkelijke ontwerp van de Bijlmermeer. En de vraag was, moet je dit laten staan om iets te laten zien van de historie van de buurt? Er is heel veel in die garage gebeurd. Dus er zijn mensen die, er heeft een kerk in gezeten. Er zijn evenementen die daar zijn geweest. Uiteindelijk was het in het begin natuurlijk gewoon een garage. Mensen, kinderen die daar speelden. Er zijn allerlei verhalen daar rondom. Dus je zou kunnen zeggen, het is niet alleen, en dat is natuurlijk heel vaak zo met immaterieel erfgoed, het is niet alleen die garage. Nee, het is het hele verhaal wat daar omheen zit in de harten van mensen en in de hoofden van mensen, wat het erfgoed of niet maakt. Tegelijkertijd zijn er heel veel mensen in de buurt geweest die hebben gezegd, ja, maar het is vreselijk lelijk, het staat leeg, de ratten lopen erdoor. Die ambivalente gevoelens tussen positief en negatief. Precies. Maar dus ook ambivalente associaties. Absoluut. Dus voor de een is het die garage nog en voor de ander is het die festivalzaal of wat dat ook maar is. Of is het de kerk? Of is het een woonplaats? Want er hebben mensen gewoond in die leegstaande garage, mensen die geen woning hadden. Dus er zijn heel veel gevoelens en tegelijkertijd zijn er mensen die daar in de buurt wonen die zeggen, ik wil dat ding zo snel mogelijk weg hebben. Dus dan is de vraag, hebben we het hier over iets wat bij het stadsdeel hoort, bij het verhaal van de buurt, bij het verhaal wat buurtbewoners hierover vertellen en bij zichzelf vinden horen? Of gaat het hier om een garage die eigenlijk weg zou kunnen? Ja, Marielle suggereert al, Zwarte Piet. Heel moeilijk onderwerp natuurlijk in onze maatschappij. En wat daar kom er anders even bij, dan kunnen we je zien. En wat daar vooral mis, is natuurlijk een respectvolle dialoog. Ja, maar we zitten op anderhalve meter. Precies, ja. Volgens mij op de witte stip, volgens mij. Ik vraag me af of jullie al ervaring hebben opgedaan in het onderzoeken van zoiets explosiefs als de Zwarte Piet discussie, die natuurlijk ons publieke discours volkomen heeft lamgelegd. Ja. Maar misschien met deze methode toch voortschrijdend inzicht toe te brengen aan beide kanten. Want dat is uiteindelijk waar we natuurlijk naar zoeken. Ja. Heb je daar ervaring mee? Kun je daarop reflecteren? En dan ga ik gauw weer uit beeld. Ja, grote impact zoekt Marielle. Ik wil er zeker op reageren. We hebben in het verleden, en daar ben ik zelf niet bij geweest, want toen werkte ik nog niet voor Imagine IC, zal ik eerlijk zeggen, hebben we dit soort discussies gevoerd over Zwarte Piet.
We hebben ook een hoodie in de vitrine hangen waarop staat Zwarte Piet is racisme. Het is een van de items die wij laten zien, die gekozen is ook door buurtbewoners. En die dan zeggen, daar komt? Die daar, zou je daar kunnen neerleggen. Wat is dit? Wat is dit? En dan gaat natuurlijk niet per se om de hoodie, net als dat hier niet per se gaat om het bordje. Het gaat om, wat zit daar aan vast? En die discussies hebben we zeker gehad, gevoerd enzovoort. Toen waren we nog niet helemaal met deze methode bezig, maar uit dat soort discussies is deze methode voortgekomen. Dus zijn we gaan kijken naar hoe kunnen we uit die explosieve discussie komen? Hoe kunnen we uit het gaan, ik ben voor, ik ben tegen, ik vind zus, ik vind dat we... Nou, hoe kun je eruit komen door te gaan zeggen, we gaan het nou niet even hebben over meningen, over standpunten, over grootse dingen die er allemaal al zijn. Nee, ga nou eens terug naar hier. Hoe voelt dat dan? En probeer naar elkaar te luisteren. Probeer te kijken welke complexe situatie is hier gaande. En daarvoor hoef je niet hogere wiskunde te kunnen. Daarvoor kun je teruggaan naar jezelf. Proberen te luisteren. Proberen empathie te tonen. Proberen die dynamiek te zien. En, je zegt steeds proberen. Hè? En bij zulke onderwerpen zoals Zwarte Piet en ook het slavernijverleden, kan ik me ook voorstellen dat zo'n experiment wel eens gierend uit de hand kan lopen. Dat kan, ja, dat kan. En dat is bij dit soort experimenten, en dat is ook iets wat wij nu zeker tijdens de experimenten die wij hebben gedaan. We willen nog veel meer investeren in hoe is veiligheid binnen een groep? Hoe is een gespreksleider capabel om ook dit soort explosieve discussies zo te brengen dat het geen discussie wordt, maar dat je het aan de hand van deze methode een gesprek laat zijn. Ja, gespreksleiders, gesprek, heel goed. Ja, goed idee. Belangrijk, hè? Ja, precies. Maar nog andere tips waar iedereen iets mee zou kunnen, waardoor je over zelfs de meest gevoelige, het meest schurende erfgoed, zo'n gesprek goed kan voeren? Een van de belangrijke dingen die wij zeker hebben gemerkt, is om het dus in eerste instantie echt bij dat gevoel te houden. Want wat er snel gebeurt is van gevoel naar het hoofd gaan, van gevoel naar meningen gaan. En meningen zijn natuurlijk, tuurlijk, gevoel is niet alleen gevoel. Gevoel is geworteld in overtuigingen, anekdotes, verhalen. Het is allemaal met elkaar verbonden. Maar door te zeggen, we gaan terug naar dat gevoel en probeer te luisteren. Luister nou eens, probeer eens mee te voelen. Dat zijn belangrijke dingen in zoiets. Ja. Om daar in ieder geval een weg in te vinden. Het maakt vast ook nogal uit wie er aan meedoen. Want als ik even als buitenstaander kijk naar dit experiment, dan zie ik allemaal witte of blanke, afhankelijk van je voorkeur in die discussie, mensen die het hebben over een onderwerp waar toch net dat op het spel staat. Maakt heel veel uit. Om een hele kleine voorbeeld te geven, we hebben dit bordje ook met twee klassen, dit experiment gedaan met twee klassen. Eentje Oud-Zuid, eentje uit de Bijlmermeer. En hebben we samen... Was het zwart-wit? Het was zwart-wit, ja. Het was zwart-wit. Op allerlei manieren? Op allerlei manieren. En daar hebben we dit bordje ook ter tafel gehad over die viering, gehad over hoe dat eraan hangt. Krijg je een heel ander verhaal. Maar wat je wel ziet, jong, oud enzovoort, als je uitlegt wat de bedoeling is, wat we hier proberen te doen, hoe we dat willen doen en stappen gewoon doorloopt zoals we die hebben neergelegd. Was er een opmerking, een bijdrage die je nog altijd is bijgebleven? Nou, een opmerking misschien niet, maar wat mij wel is bijgebleven is dat deze kinderen die hier rondom samenkwamen in het begin heel ver van elkaar weg waren. Ja, Oud-Zuid en Bijlmermeer dicht bij elkaar, maar heel ver van elkaar. Maar heel ver van elkaar en tegelijkertijd na dit experiment het hadden over naar welke school ga jij? Wat vind jij dan precies van iets totaal anders? Elkaar gingen waarderen, dus niet alleen het meer over het erfgoed hebben, maar ook over hoe zijn we eigenlijk samen veel dichter naar elkaar toe waren gekomen. Puur alleen door het hebben over iets wat... En dat is dus ook een missie van jullie, om de mensen te bewegen om elkaar door de stereotypen heen te zien. Is dat? Ik zou willen zeggen, of zeg door ik het nu te de hebben activist. Over... Nee, ik denk dat we best een beetje activistisch zijn. Door het te hebben over erfgoed, door het te hebben over wie zijn wij samen. Mm-hmm. En erfgoed daarvoor in die zin ook te gebruiken, de wereld een stukje mooier te maken, mensen misschien wel dichter bij elkaar te brengen, zou ik best als missie willen zien van ons, ja. Dus als mensen nog ideeën hebben voor hoe ze deze methode kunnen inzetten voor hun schurende, misschien wel immaterieel erfgoed,
Wat doen ze dan? Nemen ze contact op. Ik ben altijd van harte bereid, ik en mijn collega's, om of advies te geven of om mee te denken over wat dan ook, welk stuk erfgoed je denkt dat dit van toepassing kan zijn voor jou, om daar iets te betekenen voor jullie. Ja, zeker. Ja, en dan denk je graag mee over manieren om dat in deze gekke coronatijd te doen. Ook dat, zoals we het nu ook met dat, de flip ook daar hebben we, denk ik, zeker over mee, ja. Oké, hartstikke veel dank. Eline Minnaar-Kuiper.